Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietfoto de dag begon met redelijk wat zon, maar vanuit het westen kwam er geleidelijk aan steeds meer bewolking. Inmiddels is het op veel plaatsen bewolkt geworden en vanuit het westen volgde ook geleidelijk aan wat regen of motregen. Dat kunnen we ook zien op de radarbeelden. We zien de neerslag hier voor de Noordwestkust liggen. Die regen gaat geleidelijk aan richting het zuidoosten koersen en halverwege de avond verlaat de regen dan langzaam aan het land. En ontstaan er vanuit het noordwesten opklaringen? Het plaatje voor vanavond ziet er dus zo uit: in het noordwesten geleidelijk aan droog en daar opklaringen. In het midden- en zuidoosten van het land nog veel bewolking en eerst ook nog wat regen of motregen. De stevige zuidwestenwind die er nu waait, die gaat geleidelijk aan verder afnemen en de wind draait dan ook geleidelijk aan naar het westen en tijdelijk zelfs het noordwesten. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Er ontstaan een aantal opklaringen en de wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. In het noordoosten van het land kan het licht vriezen, min 1. In de rest van het land blijft de temperatuur rond of net iets boven het vriespunt steken. Morgen overdag beginnen we in eerste instantie met wolkenvelden, maar ook opklaringen, dus wat zonnige momenten. Maar in de loop van de dag wordt het vanuit het zuiden uit steeds zonniger. Het blijft overal droog en het wordt daarbij 13 graden in het noordwesten tot plaatselijk 17 graden in het zuidoosten van het land, en dat bij een matige zuidoostenwindkracht 3 of 4. Dan de dagen daarna, op de zondag, dan is het echt een vrij lenteweer. Het wordt 15 graden in het noordwesten, tot 19 graden in het zuiden en zuidoosten. En misschien zelfs plaatselijk 20 graden. En dan is sprake van een warme dag. Verder dus volop zon, het blijft droog en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. Maandag en dinsdag hebben we ook nog geregeld zon. Er komen wel wat meer wolkenvelden en de wind draait geleidelijk naar het noordoosten. Zodat de temperatuur dan langzaamaan weer wat omlaag gaat. De middagtemperatuur ligt op dinsdag zo rond de 12 graden. We zien nergens neerslag in het weerbeeld. En dat blijft ook de rest van volgende week zo. Als we de neerslagpluim bekijken, dan zien we dat pas richting het volgende weekend de kans op neerslag weer toeneemt. Dus tot vrijdag blijft het gewoon droog. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.